Van harte goedenavond kijkers, dit is de nieuwe aflevering van Informatie Actueel Info Act op uw favoriete tv-scherm. Vanavond praten wij in deze aflevering van Info Act tot de voorzitter van de benoemde assemblée van 1985 tot 1987, dat is de heer Ulrich Aron. Na de militaire staatsgreep op 25 februari 1980 is er gefaseerd gewerkt aan het herdemocratiseringsproces. Alle zogenoemde en zogenaamde pogingen om de democratie te herstellen waren absoluut niet nodig. En zoals ik eerder zei, praten wij in deze aflevering van Info Act tot de voorzitter van de benoemde assemblée van 1985 tot 1987. Dat is de heer Riek Aron, de gast vanavond in Informatie Actueel Info Act. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Is een eer om u hier te hebben in ons programma, meneer Aron, voor de eerste keer. Dank u. Oké, de meeste mensen, misschien de jongere generatie, de mensen kennen u van, zoals ik het eerder zei, de voorzitter van de benoemde assemblée. Maar ik neem aan dat Riek Aron veel meer gedaan heeft dan alleen leiding geven in die periode aan dat instituut. Wie is hij precies? Ja, nou, laat me daarmee beginnen. Ik ben Ulrich Aron, meer bekend als Riek. Ik ben 74 jaar oud. En wat heb ik gedaan? Nou, ik heb hier naar de MULO heb ik dus op de rechtsschool gezeten, 3 jaren. En ik heb dus toen een studiebeurs gehad van de regering Pengel om in Nederland gemeenteadministratie te studeren op een bestuursschool. Dat heb ik gedaan. Nadat ik klaar was daarmee, ben ik teruggekomen naar Suriname en heb gewerkt in de bestuursdienst. Ik was districtsecretaris 3 jaartjes. En dan ben ik naar Nederland teruggegaan. En heb ik enige jaren gewerkt bij de gemeente Rotterdam op het stadhuis, afdeling financiën. En toen zou Suriname onafhankelijk worden. 75. Ja, dus in 1974. Mm. Nadat. Dat was aangekondigd door de regering Aron. Zat ik ermee van, hey, mijn land wordt onafhankelijk. Moet ik nog bij de gemeente blijven werken? Of moet ik mij oriënteren om terug te gaan naar Suriname? Ik studeerde toen nog door. En ik heb dus toen de gemeente vaarwel gezegd. Een stukje rechtszekerheid vaarwel gezegd. Een positie als gemeenteambtenaar, ik had in die richting gestudeerd, is een veilige positie in Nederland. En ik ben toen gaan werken voor een stichting die pas was opgericht terug naar Suriname, de NASU. En daar werd ik directeur van. Zo heb ik in 1975 de onafhankelijkheid hier meegemaakt. Omdat ik vanuit dat werk vaak hier naartoe moest komen. Mijn vriendschap met Bosje dateert van die periode, met Jules Werdenbos, dateert van die periode dat we echt matties zijn geworden, studiematties. En intussen studeerde ik dus politicologie en bestuurskunde aan de universiteit. En Bosje werd secretaris van de stichting Tenazu, waarvan ik directeur was. Nou, dat werk heb ik 7 jaar gedaan. En vanuit de NASU had ik dus een oriëntatie naar Suriname. Want dat werk hield in dat we probeerden de Surinamers in Nederland die terugkeerplannen hadden, te begeleiden daar naartoe. Was het nogal een grote groep? Het werd groter door de vlucht vanuit Suriname naar Nederland. Waar. Surinamers werden ontmoedigd om hier te blijven, gelet op de komende
onafhankelijkheid. Ja. Mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, die hebben we later nog meegemaakt als politieke leiders. Ik hoef geen namen te noemen, u vult maar in wie dat mogen zijn. En de mensen zijn natuurlijk in opvanghuizen terechtgekomen in Nederland. En wij maakten die terugbeweging zonder dat wij dus eigenlijk hadden gerekend dat dat zou gebeuren. Hè? Want wij hadden voorzien in een goed voorbereide terugkeer. Dus in die periode als directeur had ik vrij goede contacten met de regering van Henk Aron en zo, omdat we moesten praten over een verantwoorde basis van die terugkeer. Dat hebben we gedaan. En de regering is dus toen aan de kant gezet in 1980. En het werk van Tenasio is dan doorgegaan. Dus vandaar mijn oriëntatie. Op een gegeven moment heb ik de studie afgerond. En heeft dus de toen volgende regering mij gevraagd, om mij uitgenodigd om terug te keren. Dat was de regering Sinassen? Nee, het was geen Sinassen meer. Na Sinassen? Na Sinassen, de regering na Sinassen. Of Idenhout of Radakishun? Nijhorst. Nijhorst was toen minister-president. En toen heeft men mij uitgenodigd om terug te keren om districtscommissaris te worden. Ik was als secretaris en zo. En ik heb dat gedaan. Ik ben in oktober 82 teruggekeerd. En ik dacht dat het april 84 was, werd ik districtscommissaris van Marowijne. Oké. En daar zittend in oktober 84 kreeg ik een telefoontje van Etienne Boerenveen. En die vroeg mij of ik naar Paramaribo wilde komen omdat de leiding van het militair gezag wilde met me praten. In die tussentijd, toen ik terugkwam, was ik lid geworden van de 25 februari beweging. Dus ik werkte op regionale ontwikkeling, maar of zo'n districtbestuur en decentralisatie geheten. En die 25 februari beweging was een soort voorloper, was een voorloper van de NDP? Van wat de NDP zou worden. Okay. En vanuit mijn deelname in de 25 februari beweging viel ik op. Geven mij mijn vaardigheid in het veldwerk. Ik had in Holland in het welzijnswerk gezeten, dus ik wist nogal verwanten wat betreft met mensen werken. En toen is mij gevraagd door Boerenveen dat er een TNA zou worden benoemd met een speciale opdracht om te werken aan voorbereiden van een grondwet, kieswet en aan verwante wetten, maar ook tussentijd andere wettelijke regelingen, decreten geheten. Moest u daar lang over nadenken? En toen vroeg hij mij wat ik wilde, of ik fractieleider wilde worden van de beweging of in het parlement of voorzitter. En ik had geen tijd om na te denken. Ik heb toen gezegd voorzitter. En toen zei hij dat hij dat al dacht. Waarom koos hij daarvoor? Voor het voorzitterschap? Ja. Omdat ik vond dat voor mezelf een betere job, hè, dan als fractieleider. Hè. Dus het is meer het ligt meer in mijn aard, hè, om niet zo direct in de felheid te gaan in debat met anderen, maar bezadigd leiding te geven aan het college en de job die gedaan moest worden ook te doen en wel op tijd. Ondanks de situatie in het land en de vele op- en aanmerkingen over de richting van Suriname, er werd toen vaker gesproken over een militaire dictatuur, ondanks dat heb je dus ja gezegd? Kijk, ik ben uit Suriname gegaan door een uitnodiging van de regering, een studiebeurs. Ik was verplicht tegenover dit land
om terug te keren. Ik ben teruggegaan, weer verder gaan studeren. En ik heb dus vanuit die verplichting ook die job genomen. Ik heb de gemeente gelaten om te gaan werken aan de remigratie. Dus er knaagde iets aan mij van ik ben dit land iets verschuldigd. Ik heb niet genoeg gedaan, ik heb nog zoveel te doen voor wat ik heb gehad. Dus mijn terugkeer was een van binnenuit komende motivatie dat ik nog veel meer moest doen voor het land. Dus dat de situatie was zoals het was. Waren er andere kandidaten? Is dat bekend bij u? Dat is bij mij niet bekend. Dat is bij mij niet bekend. Oké. U hebt dus de voorzittershamer overgenomen in 85. Ja. En dat heeft geduurd tot 87. Tot en met december 87, nadat de verkiezingen waren gehouden. Hoe was die samenwerking? Hoe typeert u die samenwerking met het toenmalig militair gezag? Het was een goede samenwerking. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen intensieve samenwerking heb gehad met militair gezag. Pas in de laatste fase, toen het concept van de grondwet klaar was, toen moest het worden besproken in een topberaad. Een topberaad werd voorgezeten door de voorzitter van het militair gezag. En verder was ook een topberaad. Ik dacht Boerenveen, Etienne Boerenveen was erin. En verder de voorzitter van de VHP, Tjekanet Lasman, de voorzitter van de NPS Henk Aron, de voorzitter van de KTPI Sumita. En verder de voorzitters van de vakcentrale C47 Fred Derby, de moederbond van Russel Fred, PWO Ramon Kruden en bedrijfsleven meneer Lekkie en Meijer. Dus dat waren zo dus en zaten verder ook aan Jules Weidenbos als minister-president en ik als DNA-voorzitter op het stuk van die grondwet en de kieswet. Ja. Vertelt u wat meer over de hoofdopdracht van de benoemde assemblee toen en die dag? De hoofdopdracht was om in een periode van 27 maanden een ontwerp grondwet klaar te hebben. 31 maart 1987, wie nationale assemblee moest bang naar een grondwet in concept. En ligt dat haalbaar in eerste instantie? We wisten niet zozeer of het haalbaar was, maar we hebben ja gezegd om te proberen. En we hebben in die 27 maanden hebben we dat geklaard, maar er moesten nog wat andere dingen gebeuren, andere wetjes worden gemaakt, zoals de wet referendum, er moest ID-wet worden gemaakt, er moest de heel belangrijke wet, de kiesregeling, worden gemaakt. Maar we zijn opgehouden omdat, behalve die hoopopdracht, er wat andere wetten tussentijds gemaakt moesten worden. En die namen veel tijd, de begrotingen moesten ook worden vastgesteld bij decreet. Dat was een andere naam voor wetten in die tijd. Mm-hmm. En dat moest allemaal ook gebeuren. Terwijl dat gebeurde, moest dan die hoofdtaak worden voorbereid. Hoe zijn de inspanningen bij u overgekomen om terug te gaan naar de democratie? Die inspanningen zijn er moest veel overleg gevoerd worden met alle soort groepen in de maatschappij. Er is veel contact met de bevolking in de districten. Er waren comité's opgericht die al enige tijd waren georganiseerd. En daar is veel mee gepraat, maar ook sociale organisaties. Er zijn veel hearings
gehouden in die periode. Het was zeer leerrijk om te zien hoe men op alle soort mogelijke gebieden reageerde en met suggesties kwam. We hebben veel kennis kunnen opdoen daarmee dat van nut is geweest voor de commissie die de grondwet zou gaan voorbereiden. Verslagen zijn gemaakt en ingeleverd bij de commissie. Er is later een commissie ingesteld onder leiding van de heer Bloema. Die heeft het concept geschreven. Maar daarvoor hebben we mede op basis van al die hearings een politiek raamwerk deel 1 en deel 2 kunnen schrijven. En we hebben met name veel daaruit geleerd om een concept te schrijven over hoe je een participatiemodel kunt ontwikkelen. Het later is uitgegroeid tot de wet regionale organen, nadat het hoofdstuk eerst in de constitutie is terechtgekomen over regionaal bestuur. Zeer leerrijk is dat geweest. Ja, het komt erop neer dat de wil wel aanwezig was om terug te gaan naar die democratie. Ja, niet alleen maar de wil was aanwezig, maar het moest ook. Het moest ook, want het mocht niet te lang duren om zonder zeg maar, echt inspraak van de samenleving, zonder beslissingen van de samenleving, wie haar gaat leiden, door te gaan met het bestuur van het land. Het was een verplichting om dat af te ronden, om het af te maken. Ja, waarom ik die vraag stelde, is omdat midden in jullie bezig zijn, midden in het proces, begon het Jungle Commando met acties. En vandaag de dag wordt dat vertaald als ze zijn de pogingen die ondernomen zijn om terug te keren naar die democratie. U zat er middenin. Ik wil graag van u weten, want naar mijn mening waren die acties nergens voor nodig. Maar goed, ik moet die vragen hier aan tafel niet beantwoorden. U bent de gast, dus ik heb graag dat u ons terugvoert naar die periode. Nou, we hadden als grondwet DNA een grondwetscommissie voorbereid. We hadden zelf iemand die directeur van financiën was, de heer Braam, toegevoegd aan de ambtelijke top van de DNA om de eerste hoofdstukken alvast voor te bereiden van de grondwet dat betreft de grondrechten. Dus dat was al helemaal uitgeschreven voordat we de volgende hoofdstukken zouden gaan invullen die meer te maken hadden met de participatie en waar de impulsen moesten komen uit het veldwerk, was meneer Braam al bezig. Dus we waren al lekker ver opgeschoten met het werk toen het Jungle Commando begonnen is. In 86. In 86. Hè? Eigenlijk was dat nergens voor nodig. Heeft dat enige invloed gehad op jullie bezig zijn? Totaal niet, omdat we waren al bezig. En het was een hardwerkende assemblee. We vergaderden s'avonds. Ja, kan je nog herinneren? Tot soms de volgende morgen. Weet je, het werd niet gegrapt. Er werd continu vergaderd. We hadden een strak rooster, omdat we op ons hadden genomen wat er ook gebeurde, om in die tijd klaar te komen. Het was absoluut niet nodig wat er gebeurd is. De vernietiging van de infrastructuur van dit land. En alles wat daaromheen is gebeurd, heeft mensenlevens gekocht, nodeloos. Het is niet iets wat je goed kan praten. Echt niet. Om dan de hele ophef die er gemaakt is, om mensen te gaan bestempelen als zij waren dan de grote mannen in de stad die in het binnenland die de democratie hebben helpen terugbrengen. Dat klopt niet. Ja. Dat klopt niet. Oké, terug naar die voorbereidingen.
Dus die opdracht was om te werken naar een grondwet. Ja. Hebben jullie daarbij sowieso ook meegenomen de grondwet van 1975? Ja, we hebben de grondwet van 1975 genomen. Mm. We hebben het ontwerp, dat was voorbereid door Limapo, Hans Limapo, hebben we ook meegenomen. Er zijn een paar artikelen die letterlijk zijn overgenomen uit het concept van Limapo. Een van die artikelen is artikel 157 van die grondwet over de bureaucratie in de staat. Hè? En hoe je moet proberen om niet te lijf te gaan. Hè? Dat is uit het concept van Limapo overgenomen. Weet je, dus... Oké, dat is dus wat betreft die delen. Natuurlijk waren er veel meer delen uit de grondwet van 75, welke dus aangepast moesten worden. Ja. Kijk, in grondwetten heb je standaardartikelen, hè, die er altijd in zullen staan. En het had geen zin om die te gaan wijzigen. Die zijn zo gelaten. Ja. Welke waren de belangrijkste wijzigingen volgens u? Heel belangrijke wijziging is het lager bestuur. Het lager bestuur, het regionaal bestuur, dat was vrij nieuw. Mm-hmm. Dat was vrij nieuw. Tot dan waren er één of twee artikelen die iets zeiden over districten. Maar dat is een heel hoofdstuk, een heel groot hoofdstuk geworden. Dat was vrij nieuw. Vrij nieuw is ook een hoofdstuk over de politieke democratie. En politieke partijen zijn genoemd in die constitutie voor het eerst. En de eisen aan politieke partijen die de grondwet aan politieke partijen stelt. Dat ze rechtspersoonlijkheid moeten hebben. Dat ze intern democratisch moeten georganiseerd zijn. Dat ze een verkiezingsprogramma moeten hebben. Dat het ook op een democratische manier ze dus... De kandidaten moeten goedkeuren die dus op de die gaan deelnemen aan de verkiezingen. Dat het hele spel, met name artikel 52 en vooral 53 van de grondwet, is daar heel duidelijk in. Het was vrij nieuw. Beginselen over de verhouding tussen de staatsorganen, artikel 54, is vrij nieuw. Dus dat zijn nieuwe artikelen. Een artikel over de integratie van de vertegenwoordigende organen heeft ertoe geleid dat er op een gegeven moment een verenigende volksvergadering gekomen is. Als modaliteit om wanneer de president niet wordt gekozen in de DNA, om hem daar te kiezen. Dat is vrij nieuw orgaan. Voorheen was er in de grondwet een andere benadering om de president te vervangen. Hè? Dan was de figuur van president van het Hof. Hè? Ja. Weet je, dus dat is losgelaten. En, zo is dus de verkiezing dus van de president bij een derde lezing geregeld in de VVV. Dat was een vrij nieuw. En, het kunnen houden van referenda. Mm. Dat je referendum kan houden, is ook in de grondwet nieuwigheid. Mm. Dat zijn zo de vallende. Ja, en ja, iets wat een vrij lelijk ding is, hoor, is terugroeprecht. Hè? Uh-huh. Dat ongelukkigerwijs in de constitutie is terechtgekomen. Die ongelukkigerwijs? Ja. Ik vind dat een onding, dat hele ding van teruggroepen. En je ziet welke ellende wij tot nu toe ermee ondervinden. Hè. Dat had van mij eruit kunnen blijven. Maar ja, je bent niet daar om privé meningen te verdedigen. Goed, we komen straks terug op een aantal andere belangrijke dingen die door u naar voren zijn gebracht. Nou, uit hoeveel leden bestond het college toen? De benoemde assemblee. 31. Ja. 31 leden. Waarom toen 31? Oh.
Want ik weet dat voor 80 waren het 39, hè? Ja, het is 31 leden. Mm-hmm. Waarom 31? We hebben dus geen grondslag daarvoor teruggevonden. Mm-hmm. Nou, geen grondslag daarvoor teruggevonden. Hoe men tot de berekening... Er is een rapport van de denkgroep die voorafgegaan is aan de instelling van de assemblee. Ja, ja. Dus kennelijk is daar, zijn er onderliggende stukken ervoor. En hoe zag de verdeling eruit? Ik meen te weten dat de fractie van de 25 februari beweging de grootste fractie was. Was de grootste fractie. Mm-hmm. Was de grootste fractie. En daarna had je van de vakbeweging. Ik denk dat VFB had 14 man. Bedrijfsleven. De vakbeweging had iets meer dan het bedrijfsleven. Ik weet niet meer precies de aantallen, maar de fractie van de 25 februari beweging was 14. Samen met andere dus met relevante groeperingen, vakbeweging, ja, en bedrijfsleven kwamen tot die 31. Oké. En hoe blikt u, bent nu voorzitter, wel even nu een paar jaren verder, hoe blikt u terug op de debatten toen in de vergaderzaal in de Gravenstraat? Ja. Laat me dit van zeggen. Kijk, er waren mensen erin die nooit parlementariër waren geweest. Hè? Dus ze moesten een stijl opbouwen. En ze hadden, enkele van hun hadden afgekeken van de parlementariërs die ze hadden leren kennen in de loop der tijden. Dus kijk, bij dit soort dingen ga je vaak oefenen en dan ga je imiteren. Hè? En namen ze soms stijl over van hun mensen die ze bewonderden. En dan deden ze die mensen na, anderen waren vrij uniek. En je hebt zo mensen die hun eigen stijl hadden vanaf het begin en die later ook met die stijl zijn doorgegaan. Hè? Ja. En het is misschien vervelend als ik dan mensen ga noemen die ik ook heb zien schitteren in de gekozen DNA. Ja. En een van die mensen is ongetwijfeld Pleffy. Die, meneer Pleffer. Ja. Pleffer had een zeer goede stijl van het opbouwen van een betoog. Vrij eenvoudig, maar sterk, systematisch. Weet je, en boeiend. Hè? Dat was hij ook in die assemblee onder mij. Periode. Zijn stijl is voor mij toch wel een model geweest van hoe je betogen kunt opbouwen. Later heb ik dus in die periode ook Wim Bakker. Het is niet mijn assemblee, maar de gekozen assemblee. De stijl van Wim Bakker is ook zeer, zeer goed. Je hebt technische mensen gehad die ongetwijfeld hebben geschitterd, zoals Rogers en Ramsar Yu. Maar ik kijk naar figuren als Pleffy en Bakker en dat soort mensen, daar heb ik een speciaal soort bewondering voor. En later Jannie Simons, weet je. Dus er zijn mensen die mij, weet je, die mij iets hebben gezegd, maar daar praat ik natuurlijk niet over die benoemde, maar je trekt het even door. Ja. Oké, op een gegeven moment hebben jullie dus veel werk verzet. Ja. En moesten jullie eigenlijk het electoraat, de gemeenschap, een advies geven, mag ik het zo zeggen? Op een gegeven moment werd tegen het volk gezegd, zeg ja tegen de grondwet. Want dan wordt de weg eigenlijk geplaveid naar de verkiezingen in november 75. Vertel je ons daar wat meer over. November 87. Ja, 87. Nou, wij hebben niet gezegd, zeg ja. Papa Latsch heeft dat gedaan.
Oh, het was wel overal te horen. Nee, was papa Las, was de guru. Okay. De politieke guru van dit land, Lasman, hij heeft gezegd, zeg ja tegen die grondwet. Want toen kon we kindje in, toch? dat was een, kijk, hij was een oude rot. Hij heeft dat zo gezegd. Weet je, van laten we niet op alle foutjes gaan letten in die grondwet. Laten we in ieder geval aannemen, dan heb je dat. In ieder geval heb je het al. En als je ons de meerderheid geeft die we hebben gezien in de olifant, op 12 of 13 of zoiets. 2 augustus. 2 augustus. Als je ons die meerderheid geeft, en als je ons, wat in het vervolg daarvan, bij elke kleine vergadering, of het nou in Münder was of wat dan ook, het leek op een massameeting. Nou, dus zeg ja, want we zijn sterk en we gaan het maken. En dan hebben we zoveel stemmen dat we het gewoon kunnen veranderen zoals we willen. En waarachtig. Hmm. Ze hebben het aantal zetels gehaald. 41. Het had meer. Eigenlijk was het voorbestemd voor 50. Als je het goed bekijkt. Hè. Het front was zo oppermachtig. Zo groot. Dat ze met gemak 50 zetels gehaald zouden hebben. Hadden ze meegedaan in Marowijne, in Broekopond en Sipaliwini. En waarom hebben ze het niet meegedaan in die sector? Ik denk dat ze onvoldoende decantie hadden. Want ik weet dat jullie ook, zijn oefenloos bezig geweest, ja, met de debatten over de verkiezingen in, ja, in het binnenland. Ook daar, ja, zijn we overal geweest. Maar ik denk dat ze geen voldoende decantie hadden om daar naartoe te gaan, dat is één. Maar twee, ik denk dat ze een overtuiging hadden van hun kracht, dat ze zo sterk waren, de inschatting van hun, dat ze zo sterk waren, dat ze in die 7 districten voldoende stemmen zouden halen, toch? Om geen risico's te nemen. Ik denk dat ze ook dachten van, heeft toch wel winnen, toch? Dat zeiden ik wel winnen naar 50-1, terwijl ik al winnen naar 40-11. Dus dat kan een overweging zijn. Maar kan het ook te maken hebben met het feit dat de kandidaten in die districten woonachtig moesten zijn? Dat besluit is toch op de valerie genomen. Dat besluit. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Ja, het uitgangspunt was van dat mensen een goede binding moeten hebben met de kieskring waarin ze, kiesdistrict waarin ze dus gekozen willen worden. En het front stond daar niet achter? Ze waren dat niet gewend. Okay. Ze waren dat niet gewend, maar wij vonden van die binding met het district moet er zijn. Mm-hmm. Omdat we ook uitgingen van het begin zijn van meedoen, meedenken, meebeslissen. Participatie was sterk element in de grondwet. En participatiebeginsel, dat dwingt je om te kijken naar de wisselwerking tussen de vertegenwoordiger en zijn achterban. En vandaar dat we dus vonden van je moet geen mensen zetten die niet voldoende zijn geworteld in die maatschappij daar om kandidaat te worden. Vandaar dat die 2 jaar is, van 2 jaar wonen er gekomen is. Hè. Dus dat was een uiting van, zeg maar, die gebondenheid tussen de vertegenwoordiger en zijn kiezers. Het is een waar genoegen om te praten tot de heer Ulrich Aron vanavond in deze aflevering van Info Act. Vertelt u me wat meer over de gang naar 30 september 1987. Referendum, het volk heeft volop geparticipeerd. Belieft u dat nog eens een keer hier bij ons aan de tafel? 16 hoek bakadati
siksimum baka a concept dan maximaal siksimum baka a aanname van concept a volk moest horen een referendum. Wie horen een referendum, dus if a volk want een ja dan nee. Siksimum baka a referendum dat die uiterlijk dan verkiezing mag horen naar konden. We hebben als assemblee een commissie gemaakt, commissies gemaakt, die in alle districten gaan met, we hebben ontwerpen gedrukt, ik dacht iets van 30 of 40.000 concept grondwet, hè, hebben we gedrukt. Om de mensen uit te leggen. Ja, om die mensen uit te leggen, verdeeld. En zo gingen we naar heel wat resorten. Nou, alles het resorten in Ikeri en zo leer je het land ook kennen. Hè. Mm-hmm. En toen werden meetings georganiseerd met die mensen. En ze kregen eerst het ontwerp en dan konden ze reageren. En zo hebben we de mensen kunnen aanhoren en getracht om wat ze zeiden of het konden verwerken nog in die ontwerp, het voorontwerp. En het is aangekomen? Het is aangekomen, zeer goed aangekomen. Vooral op het stuk van het lager bestuur zijn er ideeën. Want die mensen hadden ook vaak in volkscomité's geparticipeerd. En we hebben een hele goede respons gehad, waardoor we dan iets zijn gaan maken dat ook uit de mensen kwam. Hè? Ja. En als u anno 2019 kijkt naar de wijze van functioneren van die lagere organen, wat zijn uw bevindingen? Nou, natuurlijk is het een leerproces. Hè? Misschien dat we hadden moeten volstaan met districtsraden en commissies hadden moeten maken. Mm-hmm. En, want het zijn totaal 62 resorten. Hè? dat is nogal veel. Hè? Mm-hmm. En als je alle de leden bij elkaar optelt, kom je bijna op 900 man. Dat is veel, weet je, voor de stad. Maar de gedachte daarvan, en kijk, als je erop let dat nu vrij veel mensen weten wat een hoorzitting is. Die term hoorzitting is ingeburgerd. Dat mensen weten dat ergens in elk district er regelmatig in de maand maart of april hoorzittingen worden gehouden, bijeenkomsten waar mensen hun mening kunnen geven over wat in een concept, resortplan, districtsplan staat. Dat is ingeburgerd, zijn bekende termen, dat men weet dat er een resortraad is. Dus dat is. Het gaat een beetje traag. Het gaat een beetje traag. Dat is niet te doen. Weet je, maar ik denk dat we de tijd moeten nemen om daarmee te werken. Ja. Het geduld moeten hebben. Oké, en dan de periode tussen aanname van het referendum, 30 september 1987, mm-hmm. en de verkiezingen op 25 november 1987. Mm-hmm. Ja. Nou, die periode hebben we als DNA eigenlijk nog een paar kleine wetten gemaakt, zoals de wet van ID. Oké. Okay. En dat hebben we in die periode gedaan. Verder hadden we geen noemenswaardige wet en meer om te maken. Misschien de begroting en zo, maar dan was de job eigenlijk al gedaan. Hè. Ja, en hebben jullie dat werk kunnen volbrengen? Wat we ook hebben gedaan, behalve de wet te maken, is voorbereiden van de uitbreiding van de DNA. Oké, naar 51. Dat hebben we allemaal voorbereid en in samenwerking met OW heeft natuurlijk
uitgevoerd, maar wij hebben een commissie gemaakt en een programma van eisen opgesteld. Dus we hebben alles voorbereid zodat de nieuwe assemblee kon starten en dat ze konden vergaderen. Ja. Maar ik zou me wel kunnen vertellen waarom we 51 leden hebben. Ja, kijk, wat we vonden, en we hebben dus toen een groot man, een groot denker geconsulteerd, en dat is Frank Esset. Oh ja, goed is. Bosje en ik hebben persoonlijk met hem gesproken over die verdeling aan die zetels. En op grond daarvan zijn we gekomen tot de tweede zetel voor Coroni. Oké. En ook mede op grond van zijn adviezen zijn we gekomen tot een zetel meer voor Marowijnen. Mm. Ze hadden twee, een derde. Voor Brokopondo. En voor Sipaluwini totaal 10. Mm. En men moet dat goed bekijken hoor, dat door deze toewijzing van de zetels, met name voor deze districten, er partijen zijn ontstaan vanuit die gemeenschap zelf. Mm-hmm. Voorheen was het zo dat de NPS was dan de partij, toch? Het was de partij van het binnenland. De BEP bestond toen al, maar was nog niet die factor die het later zou worden. De ABOP is ontstaan, dacht ik, in 87, was nog geen factor. Maar door het feit dat er zetels waren daar, van dit aantal, is er een ontwikkeling gekomen dat de partijen van het binnenland regeringspartij zijn geworden. En wat, iets wat er niet was. Dus er is een gigantisch emancipatorisch proces is tot stand gekomen door de gedachte om het binnenland veel meer zetels te geven. Dat is iets van grote betekenis geweest. Oké, ontzettend veel neergezet in die periode. Helaas is ook veel verloren gegaan, hè? Als gevolg van de brand in 96. Ja. Beschikt u zelf ook nog over wat archiefmateriaal? Nee. Helaas. Helaas niet. Maar dat was wel een zware klap in 96. Dat was een zware klap, ja. Ineens was alles weg. Alles was weg. Eén ding is gelukkig gebleven, dat is een gedenkplaat, hè. Mm. Dat nog staat daar bij het ooggebouw van het park. Dat is weggebeteld uit het afgebrande gebouw aan de Gravenstraat. Ja. En is daar neergezet op een kondremaal, op een verguld goud. Dat is niet verloren gegaan. Dat is ongeschonden gebleven. Ja. Maar veel is verloren gegaan. Jammer. Ja. Heer Aron, u begrijpt, u kunt niet hier zitten in Info Act. En wij stellen geen vraag over de huidige actualiteit. Er wordt natuurlijk over en weer gediscussieerd over de wijziging van de kieswet, de kiesregeling. Kunt u uw licht daarover laten schijnen? Wat is uw persoonlijke mening hierover? Nou, laat me dit zeggen hoor. Het gaat dan over voornamelijk over artikel 7. Van de artikel 7 van de kiesregeling, waarin staat dat een combinatie van politieke partijen wordt beschouwd als te zijn een politieke partij. Nou, kijk, laat mij dit ervan zeggen. In de grondwet, met name artikel 53 van de grondwet, is vastgelegd voor het eerst in een constitutie van ons, is vastgelegd dat het meerpartijenstelsel, politieke partijen zijn genoemd, dat wij een
een meerpartijenmodel hebben in onze politieke democratie, waar politieke partijen rechtspersoonlijkheid moeten hebben, intern democratisch moeten zijn, een beginselprogramma moeten hebben, een verkiezingsprogramma moeten hebben, verantwoordingsplichtig zijn. Weet je, dat is vastgelegd in artikel 7. De grondwet kent geen combinatie van politieke partijen. En nu maak je een kiesregeling waarbij je gaat uitleggen wat beschouwd wordt als ook te zijn een politieke partij. Vanaf het begin heb ik dat niet begrepen. Zittend in het topberaad heb ik niet begrepen dat dat werd gevraagd. En dat dat is geaccordeerd door de leiding, door de toenmalige leiding van het topberaad. Dat daarmee... Door wie aan de orde gesteld? Ik dacht dat Papalatsch met Henk en Willy Sumita dat aan de orde hebben gesteld. Ja, dat is dus toen gevraagd. En dat is dus door de leiding van het topberaad is dat is daarmee akkoord gegaan. Misschien, ik weet het niet. Dat was dus geen verstandig besluit. Nee, je moet nadenken wanneer je een constitutie maakt, wanneer je een wet maakt überhaupt van of iets noodzakelijk is om het in een wet op te nemen. Als het niet noodzakelijk is, dan moet je dat niet in een wet opnemen. En je moet ook nadenken of dat ding wat je in die wet opneemt, of het zich wel verdraagt met het systeem dat je vastgelegd in artikel 53. Of het buiten de orde is. Om een parlementaire uitdrukking te gebruiken. Dat is volkomen buiten de orde. En waar het toe had kunnen leiden, dat is dat je eigenlijk, zonder dat te bedoelen, kan gaan werken richting een eenpartijenmodel. Terwijl je een meerpartijensysteem hebt. Als je niet goed nadenkt, want als het theoretisch mogelijk is, dat uit het ene het andere voortvloeit. Als het mogelijk is dat je een politieke kartel in een wet opneemt, terwijl kartelvorming gaat tegen concurrentie. Dus in de economie is men niet zo happig met kartels. Internationaal worden kartels niet gewaardeerd. Weet je? Dus terwijl dat internationaal niet gebeurt, ga je in een wet opnemen dat een combinatie van partijen met een groter synergistisch effect, dus schaalvergroting, alle soort voordelen van samengaan, reuzen maken, dat reuzen staan tegenover niet-reuzen in een ring. Zegt mijn vriend Boldewijn, hè? Dat het een ongelijke situatie is. En om dat te illustreren, kan ik verwijzen naar wat Eddie Bruma ooit heeft gezegd in het parlement in een periode tijdens de regering Zetni. En dan zegt hij op een gegeven moment aan voorzitter Laschman van voorzitter, wat hier gebeurt is dat er een, kijk, laat me zeggen, in die periode probeerde Laschman een brede basis te vormen met de NPS. Terwijl de NPS in de oppositie was met de PNR. 73. Ja, was daarvoor probeerde hij de NPS te brengen in die coalitie. En Bruma was daar tegen, maar Bruma zegt van als je dat doet, dan ga je krijgen een situatie dat ik als PNR met een iemands fractie ga zitten. En dan kan ik niet eens een schorsing aanvragen. Ik kan geen motie indienen. En dan zegt hij, een oppositie bestaande uit één statenlid kon immers geen vergadering aanvragen, geen motie indienen, ja zelfs geen schorsing aanvragen.
zonder steun van de regeringspartij. En Bruma zei van pas op, Bruma deed een beroep op Lasma om geen dictatuur van de regeringspartij te vestigen. Nou, ik lees dat even voor, omdat het is in de biografie van mijn vriend Henk Aron. Hè? En dat is een mogelijkheid die je niet moet uitsluiten. Ik heb verwezen naar wat had kunnen gebeuren in 1987. Het front had 50 zetels kunnen binnenslepen, want het getij was gunstig. Maar het gaat niet altijd op toch, want niet eens zo lang terug in het recente verleden hebben we ook 4-7 gehad. Maar hij is anders uitgepakt. Het is anders uitgepakt met 4-7. 4-7 heeft geen 28 zetels gehad. De NDP heeft ze gehad. Maar het had gekund, net zoals het front, noem het front V3, toch? Mm-hmm. 40 had gehad, had V3 ook 50 kunnen hebben. Dus theoretisch is die mogelijkheid aanwezig. Niet dat het niet gebeurd is. Maar waarom maak je een wet waarin je een kartelpositie vestigt, terwijl het niet hoeft? Dat moet je niet doen. Je moet niet een wet maken die in zich bergt, een kartelpositie, die in zich bergt politieke uitsluiting. Politieke uitsluiting in een meerpartijendemocratie. En ik hoor mensen alle soort dingen roepen, maar ik hoor ze dit niet zeggen. Het is absoluut fout tegen de gedachte van een meerpartijdemocratie om een element in een artikel op te nemen die richting politieke uitsluiting kan gaan, die richting een eenpartijenmodel kan gaan. Laten wij dat goed beseffen. En laten we mensen waarschuwen van, hey, dat moet niet gebeuren. Dan laat mij dan tegelijkertijd zeggen van, een ander ding moet je ook niet doen. Je moet ook niet proberen kleine partijen in je op te nemen. En dan vervolgens die reus te zijn geworden. Dat moet je ook niet doen. Maar ik vind dit ding absoluut iets waar ik mij als politicoloog tegen moet verzetten. Dat is een onding. Ja. Oké, meneer Aron. Tot slot. Bent u van mening dat er... Dat uw periode, de bijdrage welke de benoemde assemblée geleverd heeft van 85 tot 87. En al het werk dat verzet is, dat er genoeg waardering daarvoor bestaat. Genoeg erkenning. Nou, als het om mijzelf gaat, toch? Ik heb geen recht van klagen. Want mijn foto hangt in de gang van de assemblée, met dank. Het hangt daar. Het heeft wel een poosje geduurd. Ja, het heeft een poosje geduurd. Maar mijn nageslag, die kan weten wat pa, opa Ulrich heeft gedaan. Dus ik ben daar erkentelijk voor om in te gaan op uw vraag. Wat voor erkenning had ik nog meer gewild? Niks. Goed, dankjewel voor het willen komen naar Informatie Actueel en... dat u ons hebt meegenomen in de periode van 85 tot 87. En we moeten u bedanken namens Suriname voor het werk welke door u is verzet. Natuurlijk niet alleen, maar zeker ook door de overige 30 leden. Dank u wel. Dank u wel. Wij hadden in deze aflevering van Informatie Actueel een open gesprek met de politicoloog Ulrich Aron, de voorzitter van de benoemde assemblée van 1985. Tot 1987. De 31 leden van dit college hebben baanbrekend werk verzet in de periode van voor 1987. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende week met de nieuwe Informatie Actueel Info Act. Goedenavond.